Hallo, Ed Stroudert hier met een extra aflevering van Gitaarmannen de podcast. 25 november 2021 kwam die uit, de lang verwachte Get Back documentaire van de Beatles. Samengesteld door regisseur Peter Jackson, die de keuze had uit meer dan 150 uur audiomateriaal en 60 uur videomateriaal, bleef er een kleine 8 uur over. En ik heb deze documentaire afgelopen week gebinged. Ik heb hem bijna in één ruk doorgekeken. Wat is het vet. En ik dacht, ik moet mijn ei kwijt. Ik moet er met iemand over praten. Dus ik dacht, wat nou als ik 3 van de grootste Beatles-fans die ik ken vraag om daar met mij over te praten. Gewoon een uurtje, gewoon even kletsen. Gewoon even dat we erover kunnen leeglopen. Dus ik heb gevraagd Bertolf Lentink. Die kent u natuurlijk allemaal als Bertolf. Peter Slager, die kent u natuurlijk allemaal als bassist van de band Bluff, maar tevens ook een begenadigd gitarist. En Bart van Liemt, die kennen we allemaal nog van vroeger van The Sheer en Baden. Ga er maar lekker voor zitten. Een uur lang praten over de Beatles en de documentaire Get Back. Hey, leuk dat jullie er zijn. Deze speciale aflevering van Gitaarmannen de podcast. Ik dacht, ja, ik had die documentaire gezien. Ik denk, daar moet ik even over lullen. Ik moet er met iemand over kunnen praten. En aangezien mijn vriendin echt gewoon totaal niet van muziek houdt, dacht ik, nou, hè, dan ga ik jullie maar gewoon eens even lastigvallen. Ja, nou, dat vond ik ook. Ik las dat je dat ging doen. En ik denk, oh, ik nodig mezelf uit. Ik vind het ook fijn om daar eens even met een paar vakbroeders over te praten. Ja. Laten we eens even gewoon een rondje langs de velden doen. Hoe gaat het nu? Bart. Nou, we zijn stil, hè? We beginnen even met Peter. Ja. Hoe gaat het nu op de Bluff-burelen? Want jullie hebben volgens mij gisteren de laatste hand aan een nieuwe plaat gelegd. Ja, dat waren we eigenlijk helemaal niet van plan. We hadden eigenlijk een heel ander plan om met verschillende EP's te gaan werken. En dan pas veel later dat allemaal een keer uit te brengen op een groot dubbelalbum. Maar ja, toen smoorde er weer een tour in goede bedoelingen en vooral in coronaregels. En toen dachten we, nou, weet je wat, het duurt allemaal veel te lang. Ja, wat een muzikant dan dus nog kan doen als je niet op het podium kan staan, is natuurlijk gewoon de studio ingaan. En toen zijn we dat maar gaan doen. En we hebben hem nu maar gewoon ook meteen afgemaakt. En dat voelt eigenlijk wel heel fijn. En wanneer komt hij uit? Wat is de planning? Ja, dat waarschijnlijk pas zo rond april. Maar tegenwoordig moet je zodanig, als je vinyl wil hebben, dan moet je heb je echt een hele lange aanloop. Oh ja. Tot van Adele en Ed Sheeran, omdat die batches vinyl zijn zo groot, die fabrieken die zitten gewoon heel lang vol. Ja, ja, dat is wel pittig inderdaad. Hey, Bertolf, hoe gaat het bij jou? Ja, op zich wel goed. Ja, ik zit midden in, of ik zat midden in, ik zit eigenlijk nog steeds midden in repetities voor een clubtoertje. Dat ik van plan was te doen zo eind december tot en met januari. Het is nu heel erg zo de vraag van, ga ik nou door met repeteren met het idee van misschien kunnen we in januari nog wel wat doen? Of gooi ik hem er helemaal uit, dat toertje, en wacht ik op betere tijden? Of weet je, dus het is zo heel erg in limbo. Ja. Situatie waarvan ik niet zo goed weet wat er gaat gebeuren. Maar ik voel heel erg aan mijn water dat we ook zeg maar halverwege januari nog niet staakconcerten aan het doen zijn en zo. Nee. Dus ja. En hoe ga je daar mentaal mee om? Want dat is toch wel iets wat ik steeds meer hoor van andere collega's ook. Het wordt steeds zwaarder om het soort van die uitzichtloosheid of zo. Ja. Nou ja, ik hou ook zelf mijn eigen lol ben heel erg in het. Ik ben ook alweer met nieuwe dingen bezig. Dus ik ben ook lekker aan demo in mijn hockey en zo. Dus ik blijf wel bezig. En dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. Ja. Maar ja, het moet natuurlijk. Het moet op een gegeven moment volgend jaar wel hopelijk toch wel. En misschien gaan we naar een situatie toe waarbij we zeggen, nou weet je wel, als we gaan toeren, dan plannen we dat in het voorjaar. Ja. Zo maart tot en met september. En misschien de komende jaren dan in het najaar maar even pas op de plaats maken of zo. Ja, precies. Ja. Ja, dat wordt een soort nieuwe realiteit. Dat hebben we tegen elkaar gezegd. Ja. Misschien is dat gewoon hoe het bandleven er de komende jaren uit gaat zien. Dat zou best eens kunnen. Ja. Ja. En hopelijk is er dan ruimte genoeg voor iedereen die wil toeren in die 6 maanden. Ja, dat is wel een beetje het probleem. Het wordt een beetje druk. Het wordt wel druk, ja. Ja. Hey Bart, hoe gaat het bij jou? Jij werkt natuurlijk onder andere voor de beste publisher van Nederland, Pennies from Heaven. Missing Sync. En daarnaast natuurlijk zelf ook gigantisch veel aan het schrijven. Hoe is het voor jou? Ja, nou ja, ik heb inderdaad op creatief vlak ben ik vooral bezig geweest om met en voor anderen te schrijven. Daar heb ik heel veel plezier uit gehaald. En dat kan ook nog wel redelijk goed op afstand. En
Maar ik merk dat ik ook wel 2022 ook wel een teken ga zetten van, er ligt gewoon een hoop muziek. Ik wil gewoon eens een keer rustig gaan. En dat doet de coronacrisis ook met je. Dat je gewoon eens gaat overdenken van, hey, waar zijn we mee bezig? Waar wil ik naartoe? En hoe wil ik alles een beetje gaan invullen? Ik ga weer toch met een andere blik kijken naar de toekomst. En in mijn, gek genoeg, beweeg ik me eigenlijk een beetje tegen alle stromingen in. En ik wil toch eens kijken wat er nu allemaal op die desktop staat eigenlijk. Wat gaan we er nou eens mee doen, weet je wel? Daar wil ik eens lekker de tijd voor nemen. Ja. En dat is of met anderen of kijken wat dat voor mezelf betekent. Daar gaan we eens lekker de tijd voor nemen. Eerst eens even door die hele pornovoorraad heen en dan kijken daarna wat voor liedjes er uiteindelijk... Dat wordt een hele klus, kan je iets bij voorstellen natuurlijk. Zeker, ik weet er alles van. Tof jongens, leuk dat jullie er zijn. Als mensen nu meekijken via de livestream, Michiel Veenstra, mijn moeder en nog twee andere mensen, dan kan je een berichtje via de chat achterlaten als je een vraag hebt voor een van de heren betreffende de docu of gewoon een willekeurige vraag. Misschien iets met betrekking tot de stelling van Pythagoras. Ik heb geen idee. Alles is welkom. Laten we eens even gaan hebben over de docu. Ik dacht, misschien is het geinig om het gewoon even per aflevering een beetje aan te vliegen. En van daaruit verder te kijken wat er ter tafel komt. De eerste aflevering begint natuurlijk dat ze in die Twickenham Studios binnenkomen. Eigenlijk met een heel vaag idee. Zo van, het is best wel duidelijk. We gaan een live plaat opnemen. Terug naar de basis. Maar verder, en we gaan liedjes schrijven, maar verder is het een soort van blank canvas. Wat dachten jullie toen het begon? Ja, als ik daar de koppen van mag afsteken. Ik wil eigenlijk toch een klein beetje al een soort van iets overkoepelende opmerking plaatsen. Maar wat mij gewoon opvalt, en ik hoor ook graag uiteraard de opvattingen van de andere heren. Maar wat me opvalt is dat je merkt dat het een band is die eigenlijk een beetje aan het struggelen is om zichzelf opnieuw weer uit te vinden. Ze hebben zo'n run gemaakt. Ze hebben het gevoel dat ze weer terug naar de basis moeten, omdat ze zichzelf een beetje zijn verloren in het studiogeweld wellicht. Waar moeten ze nou heen? Maar het gaat volgens mij ook veel dieper dan dat. Ik moet toch een klein beetje vooruitlopen op dingen die dan bekend worden als je de docu helemaal gaat zien. Maar je merkt gewoon dat Paul zich heel erg vastklampt aan die band. Daar ligt zijn prioriteit. En natuurlijk, je zou bijna kunnen zeggen aan zijn band, weet je wel. Ja. Voor Ringo is het ook heel belangrijk, want het is natuurlijk ook een heel groot gedeelte van zijn leven. En waar hij niet heel veel, hij heeft natuurlijk niet heel veel invloed op, los van het feit dat Paul gewoon met die liedjes komt, dat hij ze kan drummen, even heel suf gezegd. Maar je merkt natuurlijk wel dat George natuurlijk, dat is natuurlijk ook een soort van product die ze zelf hebben gecreëerd. Die toch ook een bewijsdrang heeft, songs heeft die hij wil laten horen, niet helemaal door het Lennon-McCartney-geweld heen komt. Dat is opgekropt, dat komt naar boven. John is met Yoko bezig, heeft ook andere toekomstperspectieven, plannen, is ook met dingen bezig. Dat wordt ook duidelijk in de docu kunnen, maar denk ik later ook nog verder gaan. En voor mij is een van de belangrijkste momenten die hard voor mij binnenkwam, is de opmerking van Paul McCartney die zegt, and now there's only two of us, of there's only two now. Ja. Met tranen in zijn ogen. En dan even afrondend van mijn hele eerste spontane, hoe zeg je dat, bevlogen betoog. Maar ja, is dat je merkt gewoon dat we hebben allemaal het idee gehad van de Get Back of Let It Be sessies, dat allemaal heel rancuneus had moeten zijn en dat het heel pijnlijk was geweest en dat daar heel veel wrijving is ontstaan. Maar je merkt gewoon dat het vooral een band is die heel erg probeert samen, maar dat de wegen al zich aan het scheiden zijn eigenlijk. Ja. En dat maakt het zo bitterzoet en zo vertederend, maar ook zo hartverscheurend en zo mooi, weet je wel. En dat vond ik heel erg. Ja, dat moment dat eigenlijk Paul en Ringo met tranen zitten en eigenlijk al een beetje, iedereen snapt wel, er komt een einde aan, maar de vraag is eigenlijk eerder van wanneer dat gaat zijn, weet je wel? Dat vond ik. Had jij dat ook, Bert, of toen je zo die eerste uren voorbij zag gaan? Dit allemaal? Ja, dat had ik ook. Of iets anders? Precies zo. Nee, ja, zeker. En het wordt ook letterlijk gezegd in de documentaire op een gegeven moment dat Paul zegt van ja jongens, als we zo verder gaan dan moet dit de laatste plaat zijn die we samen gaan maken.
En dan hebben ze het al over divorce. En dan vraagt John al heel snel van, who gets the children? En dan zegt Paul Dick James, dat is dan de uitgever. Ja, de uitgever inderdaad, ja. Dus dat vond ik wel opvallend, dat het al... Ik dacht eigenlijk dat het nog niet zo hardop uitgesproken ding was in die tijd. Het idee dat het einde eruit aan zat te komen. Maar dat spraken ze dus wel gewoon uit. Ja. Maar desondanks is de chemie, vind ik, vooral tussen... En dat viel mij zo op, want ik dacht dat de spanning toch ook al wel heel erg tussen John en Paul zat in die tijd. Maar dat vind ik heel erg meevallen. Die vind ik, de chemie tussen die twee spat echt nog van het scherm af. En je ziet het wederzijdse respect en echt eigenlijk al echt de liefde tussen die twee. En ook de als het gaat over grapjes. Beatles zijn natuurlijk alle vier eigenlijk heel grappig. Ja. Maar je ziet wel dat het vooral dat snelle en het adremmen heel erg tussen John en Paul. En het zo zal dat tijdens hun schrijfrelatie ook hebben gewerkt. Maar dat is zo, die botsen zo... Ja. Die botsen zo prachtig. Ja, precies. Ik vond vooral in het begin dat ik wel wat spanning echt wel voelde. Maar dat werd steeds... minder of zo. Ze kwamen steeds meer in een soort modus terecht. Er is natuurlijk wel altijd een soort van rivaliteit ook. Hè? Want ze willen natuurlijk allebei met de beste liedjes komen. En misschien dat het daarom ook wel in eerste instantie misgaat en later ook weer een soort van goed komt. George probeert natuurlijk ook zijn ding te doen. En liedjes te laten horen. En hij voelt zich miskend en ongezien. Tot op het punt dat hij dus inderdaad besluit van, nou weet je, dat hij in zijn dagboek noteert van, ik ging naar Twickenham, we kregen ruzie, left the Beatles. Ja. Dat is goed. Maar op het moment dat Harrison besluit om weg te gaan, en ze dus opeens een gemankeerd kwartet zijn, namelijk een trio, toen opeens sluit er ook een soort van urgentie in van, oh, misschien moeten we toch even met hem gaan praten. Want ze hebben wel het gevoel dat ze hem wel terug kunnen krijgen naar die band. En ze vinden het kennelijk ook belangrijk genoeg om dat te gaan doen. En dan gaan ze eerst een meeting doen. Nou, die ging helemaal niet goed. En George zegt van, nou, ik heb er helemaal geen zin meer in. Maar ze besluiten er nog meer tijd aan te besteden. En heel mooi vind ik dat gesprek tussen John en Paul. Ja. Met stop de microfoon. Ja, in de bloempot. In de bloemenvaas. En het gesprek wat ze dan hebben over George, en dat ze ook zeggen van, ja, we hebben het eigenlijk te ver laten komen, we hebben hem te lang eigenlijk niet naar hem geluisterd, zijn muziek niet willen horen. En dat vind ik ook wel, het is ook weer heel vriendschappelijk. Ja. En dan komt George alsnog terug en dan verhuizen ze uit die Twickenham studio, die volgens mij heel ongelukkig maakte, heel groot en... en dan verhuizen ze naar die eigenlijk onogelijke kelder van Savile Row in het Apple-gebouw. En daar wordt iedereen opeens weer gelukkig met als hoogtepunt het arriveren van Billy Preston. Ja, ja, dat is natuurlijk een mooi moment. Laten we nog heel even in Twickenham Studios blijven. Ja, ik loop er al doorheen. 7 mijlslaarzen, maar dat maakt niet uit. Wat ik daar vooral zo apart vond, en nou ja, dat komt natuurlijk ook wel nu naar voren, is dat ze hebben een idee wat ze willen gaan doen, maar het is eigenlijk gewoon wachten tot die, nou ja, tot er een clash komt inderdaad, dat George wegloopt. Ze hebben het gewoon nog nooit uitgesproken eigenlijk tegen elkaar, dat ja, weet je wat ik, oh sorry dat ik je dat je vraag heb gesteld, maar wat ik nog wel, want dat komt in deel 3 uiteindelijk, zeg maar McCartney dat, maar het oorspronkelijke idee was om een tv-special te maken, maar met het materiaal van de White Album. Dus gewoon met songs die ze al hadden en om die live te doen en daar dan een televisiespecial van te maken of een live show. Maar toen, de Beatles waren dan zo van, ja, maar dan als we gaan niet, dan schrijven we een nieuwe plaat en dan, weet je wel. En dat is gewoon eigenlijk veel te veel hooi op de vork om te denken dat je eigenlijk binnen 3 weken zowel een live concert met nieuwe nummers kunt maken. En terwijl dus ook al die mensen om je heen lopen met die camera's, die willen ook wat. Die regisseur, die even kijken, hoe heet hij ook weer? Michael Lindsay Hogg. Met zijn irritante stem, die daar de hele tijd in beeld komt. Ah, oh, wat een irritante stem heeft die man. Ja. Weet jullie waarom ze voor hem eigenlijk gekozen hebben? Vredesnaam. Goeie. Nou, mij was hij heel beroemd. Ik heb hem even gegoogeld gisteren. Want het is wel iemand die, die in zijn latere loopbaan enorm veel, met name ook met muziekdocumentaires heeft gedaan. Maar ook fictie en zo. Het is echt wel een gerenommeerde regisseur geworden. Maar hij was toen... Ja, 28 of zo? Ja, ja, en hij is
hij is van Ierse adel. En dus het, daar zat een hoop oud geld daar. En op, ja, die is toch een beetje daar... heeft hij zichzelf, denk ik, naar binnen gefietst. Maar het was wel iemand die uiteindelijk wel iets bleek te kunnen. Hij heeft ook met de Stones later ook nog gewerkt. En, maar, hij bleef ook zo rustig. Nou, en het allermooiste vind ik dat hij maar bleef hameren op dat in Libië, in Tripoli, dat concert moesten gaan doen. Ja, aan de zee is de akoestiek heel mooi. Niemand heeft daar zin in. En nee, maar wat ik wel mooi vind, Peet, wat ik wel mooi vind daaraan is dat... Er komt geen één moment dat iemand zegt, nou moet je even kappen. Ja, precies. Weet je, met een dom idee. Iedereen blijft, weet je wel, super netjes en geduldig, weet je wel, de hele tijd. Laat iedereen uitpraten. Brits verleefd. Heel erg beleefd allemaal. Aan alles, want ze gaan dit in geen miljoen jaar doen. Nee. Maar volgens mij is de belangrijkste reden dat met name Paul het niet afkapt, is omdat hij wil zo graag wel iets doen. Klopt. Hij is de enige die nog een soort van focus heeft van oké, het moet ergens in uitmonden. Weet je? Hij wil dat heel graag. En hij zoekt ook, denk ik, wanhopig naar een manier om dat concert te geven. Op een gegeven moment, dan moet het Primrose Hill worden. Nou, dat gaat ook weer niet door, want dat is dan veel te kort dag. Dan hebben ze geloof ik nog 4 dagen over om dat dan te regelen. Ja, dat kunnen zelfs de Beatles niet voor elkaar krijgen. Ja, hij zoekt echt die bevrediging, weet je, op het einde van zo'n traject, dat je echt het gevoel van yes, hier hebben we het voor gedaan. En dat een stuk omheen maken. En dat lukt dan maar. Wat ik dan weer zo opmerkelijk vond, en nu ben ik ook weer vooruit aan het lopen, is dat hij eigenlijk in aflevering 3... Ik voelde dat hij eigenlijk niet meer zoveel zin had om dat concert op dat dak te doen. Dat was het volgens mij niet of zo voor hem. Terwijl de rest lijkt op dat moment zoiets te hebben van... Ja, maar dit willen we gewoon gaan doen, weet je wel? Lekker spelen. McCartney is eerst wel echt heel enthousiast als Michael Lindsay Hawk, volgens mij, en Glyn Johns. Die komen bij hem en zo van, wat nou als we... En dan zie je ze gezicht. Zien ze opleven. Dat is een tof idee. Maar inderdaad, later komt hij daar toch op terug. Zo van, het was mij niet helemaal duidelijk waarom hij daar dan op terugkomt. Nee, dat had ik ook. Ik dacht van, ben je nou moeilijk aan het doen om het moeilijk te doen? Wat is dit? Ja, dat vond ik ook een beetje gek. Ja, precies. Dat is anders een idee. Waar ik nooit bij had stilgestaan, omdat je zo focust eigenlijk, zeker als je de Beatles net ontdekte, denk wij allemaal als kinderen... met de paplepel. Je bent natuurlijk altijd maar bezig met die songs en met de band en met de sterren, weet je wel. En als songwriters dan natuurlijk met Lennon en McCartney voornamelijk. Of McCartney, ik dan. Maar ik heb me eigenlijk nooit goed gerealiseerd wat de impact is geweest van het overlijden van Brian Epstein en op de samenhorigheid van de band en de focus die ze daarmee kregen. En eigenlijk Mr. Epstein, hoe ze hem ook noemen. En ik vond dat was voor mij eigenlijk ook wel een soort van openbaring. Ik denk, oh ja, tuurlijk. Het is eigenlijk heel logisch dat ze eigenlijk daar een soort vaderfiguur missen. Ja. Met die fameuze zin op een gegeven moment, volgens mij zegt McCartney dat van... Come on boys, suit up, weet je wel. Eigenlijk elke keer als er gewoon weer iets gedaan moet worden. Dat is natuurlijk een mooie slagzin voor... we gaan het nu aanpakken. We houden nu op met dat eindeloze gekeuvel. En we gaan nu gewoon iets voor elkaar krijgen. Ja, hij liet ze natuurlijk in die zin volkomen stuurloos achter. Hè? Ja. En dat merk je nog wel. En met name McCartney is wel iemand die de boel een beetje bij elkaar kan pakken. Maar ja, als je vervolgens je bandleden niet meer meekrijgt, dan wordt dat wel heel frustrerend natuurlijk. Dan sta je toch een beetje aan het paard te trekken. En dat met name in die eerste periode in Twickenham voel je dat wel heel, heel sterk, Ja. Ik vind ook gewoon dat, en dat vind ik ook zo raar eigenlijk, want het was redelijk stuurloos. En ze zijn natuurlijk ook nog super jong, want McCartney, ondanks die baard en hoe die eruit ziet in die tijd, is hij nog maar 26. Dat is toch eigenlijk niet voor te stellen? Nee, niet te geloven. Eruit ziet op 26. Maar goed, en je merkt het wel, het zijn echt jonge jongens, maar ook, zij zijn ook bewust, want George Martin was natuurlijk een ander vaderfiguur voor ze eigenlijk. Ja. Maar die slaan ze, passeren ze ook heel wel bewust voor deze plaat. Want John met name John dat heel graag. Hè? Precies. Zo van, we don't need any of your production shit, heeft hij tegen me gezegd. En dat vond ik ook opvallend, want George Martin is ook heel geduldig. En eigenlijk aan het begin heel afwezig, maar die komt toch steeds meer. En vooral ze in Apple zitten, zeg maar, weer een beetje meer aan boord. Dan hebben ze ook nodig om die studio een beetje fatsoenlijk up and running te krijgen.
Ja. Om toch een beetje te kijken, want hij is... Dat snapte ik niet helemaal, van als ze nou Glyn Johns hebben ingehuurd, wat was nou de rol van George Martin? Ja, goede vraag. Dat zat ik me ook af te vragen. Het schijnt het gewoon als A&R man, zeg maar. Dus, want hij was in principe zijn eigen bedrijf begonnen. Vanaf Sgt. Pepper was hij niet meer in dienst van EMI. Ah. Maar als een soort freelancer of zo. Maar hij deed dus nog wel, voor EMI werd hij ingehuurd. Ja, dat werd op een gegeven moment, werd het ook gezegd, hè? This is our A&R man, Mr. Ja, George Martin. Het werd even zo benoemd. Ja, en ik heb dat idee van, en dat vond ik zo'n raar moment, dat op een gegeven moment zegt McCartney van, I don't want to produce the Beatles. En dan zit George Martin zit daar gewoon geduldig en beleefd achter te wachten. Zo, dan denk ik van, de grootste producer aller tijden, weet je wel. Waarom zou je hem nou dan niet aan boord houden? Of maar dat is ook allemaal perspectief. Het zijn allemaal jongens die opgroeien, weet je wel. En die hebben dingen te bewijzen. En zelfs in hindsight zien we natuurlijk de greatness of it all. Maar op het moment misschien, met de stappen die ze willen maken en de relatie en de ontwikkeling daarin. Ik vond ook wel die opmerking heel mooi, hoe George Martin heel, heel subtiel probeert uit te leggen dat hij de Long and Winding Road eigenlijk niet zo heel erg leuk liedje vindt. Ik weet niet of dat nog kan herinneren. Nee, die heb ik even gemist. Ja, dat zegt hij op een gegeven moment in de studio. Dan zegt hij van dat hij denkt van, ik geloof niet dat het helemaal op het niveau is van de andere songs of zo. Peter of zoiets. Ik weet niet precies wat hij zegt. Ja. Het is een hele zachte sneer. Ja, heel, heel voorzichtig. Moet ik nog even terugkijken. Maar dat gebeurt toch ook wel bij... Sorry, maar want McCartney heeft natuurlijk Let It Be Naked later uitgebracht. En die was heel erg tegen die strijkersarrangementen die Phil Spector. Maar McCartney zelf oppert, of tenminste er wordt gesuggereerd van, dat hij er wel strijkers bij hoorde bij de Long and Winding Road. Ja. Dus dat is toch ook iets wat uit Camp McCartney kwam. Dat vond ik ook opvallend. Ja. En dat I'm Mine van George Harrison, daar zit toch ook wel op een gegeven moment dat John Lennon daar toch een beetje over loopt te bitchen. Dat vond ik wel echt... Ja, dat vond hij niet zo'n... Hij vond het een best liedje. En dat laat duidelijk blijken. Ja. Maar even, strijkers. Phil Spector die dat inderdaad gewoon helemaal aangekleed heeft. Maar interessant is dat in de box die is uitgekomen van de Let It Be sessies recentelijk... Er staat een brief afgedrukt van McCartney. Als de Beatles al uit elkaar zijn en Let It Be dus alsnog wordt uitgebracht na Abbey Road. Waarin hij heel uitdrukkelijk stelt dat hij niet die mix wil. Huh? En dat die strijkers veel zachter moeten, dat de band harder moet, blablabla. En er is echt helemaal niks mee gedaan, weet je wel. McCartney zelf werd ook echt helemaal niet meer gehoord. Ja. En wat er uiteindelijk gebeurde, dat is toch tragisch. Ja, zeer raar. En bizar, ja. En dat is denk ik alweer onder invloed van Alan Klein, hè, denk ik. Want die heeft Phil Spector, denk ik, benaderd ook en zo. Volgens mij binnengefietst, ja. Want ik had wel het idee van op het moment gaan ze... Op een gegeven moment hebben ze dan die vergadering s'avonds met z'n vieren met Alan Klein. Lennon heeft hem eens ontmoet. En dat was voor mij dat ik dacht, oké, nu, dat is eigenlijk de point of no return. Op zich gaat het nog wel, en de onderlinge verhoudingen zijn nog wel redelijk, of misschien waren nog wel te repareren geweest. Maar op het moment dat Klein daartussen wordt geparkeerd en McCartney daar niet voor kiest en de andere drie eigenlijk wel, dat is eigenlijk wel volgens mij waar het echt eindigt. Ja. Ik heb nogal een open einde of zo, maar misschien heb ik iets gemist hoor. Maar volgens mij is dat na die meeting met Alan Klein, dan op een gegeven moment dan zegt Paul McCartney, ik kan wel morgen, maar ik moet om 1:30 even weg. En dan zegt Ringo, maar wie ga je dan ontmoeten? En dan zegt hij, just a guy, zegt hij dan, heel subtiel. Ik ben dus wel benieuwd. Wie dat dan? Dat wordt voor de rest niet. Dat is een beetje het koffertje uit Pulp Fiction, is dat, weet je wel? Ja. Wie heeft die toen ontmoet? Wie heeft die toen ontmoet? Ja, en ik bedoel, we weten allemaal dat Alan Klein in de picture kwam. Maar volgens mij zat Paul wat meer te aasen op de vader van zijn vriendin Linda Eastman. Dus het zou best. Dus een beetje, ik kan het nergens op baseren of zo. Dat is meer mijn gevoel. Misschien dat daar ook al. Hij voelt natuurlijk ook wel van, dit gaat niet helemaal de kant op die ik wil. Je voelt ook aan alles dat mensen een tweede agenda hebben, alle bandleden. Misschien Ringo het minst, maar iedereen heeft toch ook al wel ideetjes over what if. Ja. Ja. Nou, en over George gesproken, ik moet over dat I'm in mine moment, vond ik ook echt wel schokkend. Ja, ik wist natuurlijk wel dat George Harrison, dat is het verhaal natuurlijk wel, moeite had om zijn songs... Maar dat het zo erg was, dat als je gewoon I'm in mine, wat ik echt wel een heel goed liedje vind, gewoon,
als je dat presenteert en dat er gewoon doorheen geluld wordt. En nou ja, John Lennon doet echt hard erover. En dat volgens mij is dat ook ongeveer bij het moment dat George Harrison ook echt eruit stapt. Vlak voor het breekpunt inderdaad. Ja, maar het is eigenlijk zowel qua ideeën. Dus, want alles wat George oppert wordt uiteindelijk ook door McCartney weer afgeschoten. Want dan heeft hij een soort... Hij speelt zo'n Moltien akkoord in Get Back. Weet je, Get Back. Diddle. En dat vindt hij dan tof. En dat wordt dan ook weer afgeschoten door McCartney op een gegeven moment. Van ja, je zit John Lennon in de weg, zeg ik daarbij. Ja. Alles wat hij probeert is niet goed. Ik snap wel dat je George Harrison er schoon genoeg van had. En wat ik dan op het laatst zei, die natuurlijk ook nog in deel 3. Van misschien kan ik gewoon alle liedjes die ik heb op een soloplaat zetten. En dan hoeft het ook niet ten koste te gaan van ons Beatle ding of zo. Waar John en Yoko het helemaal mee eens zijn. Ja, die waren echt helemaal in één keer begrijpen het helemaal. Het mooie is, want het is natuurlijk recentelijk bekend geworden dat gesprek dat de Beatles hebben gehad. Dus nadat ze Abbey Road al af hadden, ook in 69, en toen was Ringo ziek. En toen hebben ze dus een vergadering gehad over de toekomst van de Beatles. Toen ging het dus over nog een nieuwe plaat na Abbey Road. En toen stelde John voor, ik vind dat we gewoon 4 liedjes per bandlid moeten doen, per plaat. Dus ook voor George en ook voor Ringo, if he wants them. En dat is het moment. En hij stelt dan Cold Turkey voor als nieuwe single van de Beatles. En dat is het moment dat McCartney daar niet mee eens is. Met het idee van 4 liedjes voor iedereen. Ja. En ik merk dat ook in de hele documentaire ook wel. Ik voel meer clash ook nog tussen George en Paul. Ja. En ergernis bij Paul ook aan George. Dan tussen John en... Dat bij I Me Mine doet John gemeen. Maar voor de rest vind ik juist die ergernis heel erg tussen... Ja, maar dat klopt. En die frictie. Dat vind ik ook. En overigens dat idee waar je het over hebt van... zullen we allemaal solo liedjes inleveren? Daar wordt... Volgens mij in deel 1 ook al even op gehint dat in de film. Er wordt ergens even... Misschien is dat een idee, weet je wel? Dat is allemaal onze eigen liedjes in, weet je zo. Ja, precies. Maar ja, George zegt dus dat wel... Dat heeft al een backing of zo, zegt hij. I've got a few and I can do them without backing. Zo van gewoon misschien helemaal solo doen in de show. Ja. Nou, wat ik ook wel frappant vond, is dat... Paul natuurlijk echt zoiets had van, maar we doen steeds hetzelfde. We doen steeds hetzelfde, we draaien steeds in hetzelfde kringetje. Maar dan komt iemand dus met zo'n idee en dan wil hij dat niet. Nee, dat is wel zo. Maar het is ook vaak, weet je wel, tenminste, dat is een ervaring die ik in mijn band ook heb. Dat het soms, als je zelf een heel goed idee hebt, althans dat vind je zelf. Dan wil je dat graag uitgevoerd zien, maar tegelijkertijd... is het soms heel moeilijk om een goed idee van een ander aan te nemen... die het zelf verzonnen hebt. Dat, ja, het is allemaal wel heel herkenbaar, toch? Dat mogen we wel zeggen, denk ik. Iets niet menselijks is en vreemd. Nee. En iedereen die in een band gespeeld heeft of speelt... dat daar zoveel... dat is een soort tekstboek, psychologieboek voor in een bandje zitten. Dat is inderdaad het vette aan de docu, is dat... Het is allemaal heel herkenbaar en dicht bij huis voor mensen die ook maar eigenlijk op welk niveau ook muziek maken met elkaar. Absoluut. Maar het is ook zo indrukwekkend en historisch om te zien wat er precies gebeurt. Weet je wel, die kleine dingen. Ik vond ook, ik las heel veel dingen over het moment dat Get Back ontstaat. Dat is inderdaad ook een heel mooi moment. Ik vond eigenlijk nog gaver het moment... dat Paul McCartney eigenlijk Let It Be aan het uitwerken is op zijn piano. En iedereen heeft het over het decor. Of over het rare optreden wat nooit gaat plaatsvinden. Daar is hij heel druk mee bezig. En hij... Zo langzaam tot Let It Be. En hij zit gewoon... Weet je, zoals je dat misschien ook herkent voor mensen die zelf dan muziek maken of dingen creëren. Dat je dan... Je wordt helemaal opgezogen door je ideeën. En je zit in je instrument en in je gedachten. En je kan je dus helemaal afsluiten van een zo'n tv-ruimte. En dan zit Mel Evans zit naast hem. Die zit zo'n beetje de tekst te noteren. En dan vraagt hij ook af en toe van, zou ik dat doen? Misschien dit beter, dit zinnetje. En ondertussen wordt er inderdaad gekeuveld over dat optreden. Maar die Lindsay Hawk, die gaat maar door. En iedereen heeft toch een Mel Evans nodig in zijn leven, jongens. Niet normaal. Leeft hij nog, Mel Evans? Nee. Nou, daar las ik wat over. Volgens mij weet jij daar ook wat over, Bertolf, of niet? Maar hij is doodgeschoten door de politie. Omdat hij volgens mij in Amerika, omdat hij een luchtbux vast had op een balkon. En het was natuurlijk een enorme grote mast. En die werd gewoon als vuurwapen gevaarlijk gezien. En die is preventief omgelegd. Holy shit. Ja.
Ja, die is 70 of zo. Gewoon echt helemaal niet lang na... Of 75, niet lang na... Nee, dit, hij is ook 40 geworden. Ja, precies. Zo. Nee, wow. Was, ja, nee, heftig, heftig verhaal ook. Echt zo'n grote vriendelijke ruis. Ja, verschrikkelijk. Hey, laten we eens eventjes kijken, want... misschien is het leuk om even de hoofdpersonen allemaal een beetje langs te lopen. Laten we eens beginnen met Yoko Ono. Hoe, ja, het is een soort... Paul McCartney maakt natuurlijk een mooie opmerking, weet je wel. Ja. Waarin hij, weet je, dat is natuurlijk ook wel weer een van die momenten uit de docu, waarin hij zegt dat het natuurlijk wel heel grappig zou zijn als later naar buiten komt, weet je wel, dat die vrouw die op die versterker zit, de Beatles uit elkaar gooit. En we weten nu inmiddels dat het veel complexer ligt dan dat, weet je wel. Dus dat, ik denk dat hij dat ook bedoelde. Maar, kijk, hij zegt op een gegeven moment, als je John wil, moet je Yoko erbij nemen, anders heb je John niet, weet je wel. En eigenlijk ligt daar dus eigenlijk is John ook daar net zo verantwoordelijk voor om haar gewoon daar heel mild. Ik vond hem heel mild over die hele situatie. Is jullie beeld, wat jullie hadden van Yoko Ono, veranderd naar aanleiding van deze docu? Of was dit wel een beetje zoals ze in jullie geheugen is ingeprent? Nou, ik was al niet zo'n Yoko-hater. Oh, sorry. Ik vond er wel meer op de achtergrond dan ik verwacht had. Vroeger had ik daar wel iets ander beeld van. Tegelijkertijd denkt iedereen die in een bandje zit natuurlijk ook van, Jezus, je zal toch een bandlid hebben die zijn vriendin de hele tijd op schoot heeft. Of weet je wel, je eigen vrouw zal er de hele tijd bij zitten. Ja, je kinderen. Ja, waarom dan? Maar tegelijkertijd is die mildheid van Paul daarover, die zegt van ja weet je wel, ze willen bij elkaar zijn. En wie zijn wij dan om daarvoor te gaan liggen? Dat vind ik ook weer wel mooi. Komt hij toch goed weg, hoor, die Paul McCartney? Ik vind het toch ook wel knap. Nogmaals, die jongens zijn 26, George nog jonger. Ik vind toch wel de beslissingen die ze nemen op sociaal vlak, hoe ze schakelen, er is toch wel een sprake van een bepaalde intelligentie ook naar elkaar toe. Sociale intelligentie of zo. Het is allemaal niet heel lomp of kort door de bocht. Dat viel me wel op. Toch wel indrukwekkend. Ja. En deze mannen zijn natuurlijk, dat moet je ook niet vergeten, deze mannen zijn natuurlijk in de 7 jaar daarvoor, hebben die eigenlijk in een continue achtbaan gezeten. Want dat zat ik me ook nog, dan zie je ze dus januari 69 daar zitten. En dan denk ik dus van, oké, en 5 jaar daarvoor maakten ze Hard Day's Night bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Ja. Hoe dan? Ja, er is echt, die hebben in zo'n snelkookpan gezeten, dat is... Eigenlijk niet te bevatten voor een normaal mens. Ik denk voor hun zelf ook niet. Nee, maar je moet daar natuurlijk altijd een beetje mee oppassen. En ik denk ook dat met name McCartney in de tijd daarna nog allerlei prachtige dingen gemaakt heeft. Maar toch hebben ze die eruptie van creativiteit nooit meer kunnen evenaren. Het was ook wel echt een flinke eruptie. Ik vind het wel grappig. Ze refereren. Ze spelen inderdaad nog veel oude muziek. Ook om een beetje dat gevoel misschien weer te vangen. Weet je wel. En ze refereren ook wel naar die India-trip. En als je dan daar ook beelden van ziet. Dan heb je ook het idee dat je. Nou ja, weet je wel. Dat had ook gewoon 5 jaar geleden kunnen zijn. Bij wijze van spreken. Weet je, voor je gevoel. Met de meters die ze hebben gemaakt. Ook creatief. Qua karakter, persoonlijkheid. Weet je wel. Maar dat is gewoon een jaartje terug. Ja, en daar vonden ze het er ook van dat ze niet echt zichzelf waren toen. Vooral nee, Paul, zeg maar. Ja, hè? Ja. Nee, opvallend dat ze dat zeggen, inderdaad. En ik ben dan wel benieuwd. Ik kom nog niet helemaal achter wat ze daar precies mee bedoelen. Waarom ze niet zichzelf waren. Of ze zo beïnvloed waren van die Maharishi. Ik vind Paul, die zegt dat dan tegen John, weet je wel. En dan zegt hij eigenlijk van, jij loopt dan naast die Maharishi... En je loopt er een beetje achteraan als een soort volgzame schaap of zo. Maar dat ben je helemaal niet. Weet je? Je bent veel te eigenwijs, weet je wel. Dus dat vond ik ook wel een scherpe opvatting of zo. Ja, dus... je merkte inderdaad wel dat George Harrison zoiets had van... Ja, maar ik vind dit wel... Dit zijn mijn mensen of zo. Ja, dat is een life-changing moment voor hem, volgens mij. Ja, dus dat wordt daar ook een beetje een soort van... eventjes toch een beetje licht over gedaan, denk ik. Ook een schitterend... Klein humoristisch moment is dat George in het begin in Twickenham heeft die zo'n Hare Krishna vriend ergens in de hoek zitten. En dan iemand vraagt... Een schandknaap. Hoe is dat? En dan zegt hij dat is Hare Krishna. Harry who? Ja. Even lachen. Maar
Maar die, ook gewoon de blik in de ogen van die gast toen die daar zit. Het is echt geniaal, jongen. Fantastisch. Ja, dat was wel echt heel mooi. Ja, en wat ik ook zo mooi vond is hoe die songs allemaal daar soort van achterloos ontstaan, weet je wel. En op een gegeven moment hoor je John Lennon ook volgens mij iets zingen wat later Jealous Guy werd, toch? Ja. Ja. Een soort van de eerste oerversie. Give Me Some Truth zit erin. All Things Must Pass. Die speelt ook al een paar dingen. Ja, het is dat echt vond ik ook wel echt een openbaring, vond ik dat hoor. Om te zien dat... Ja, precies. Hoeveel muziek er eigenlijk al... Eigenlijk hebben ze gewoon in die periode gewoon twee platen... Zijn ze eigenlijk aan het maken, hè? Ja, ja. En een staartje... Of hoe zeg je dat? Een kopje solo carrière. Was ik me helemaal niet van bewust. Dus eigenlijk weer best wel een eruptie aan creativiteit. Ja, alleen veel meer op individueel... Maar, ik herinner me ook de opmerking van Lennon. Lennon zegt in het begin eigenlijk... zegt hij van, I've only got two. Eigenlijk... ik heb dat John het gevoel heeft dat hij een beetje achterloopt bij Paul met name. Ja, en dat het moment dat Paul hem aanspoort om meer te schrijven. En dat is ook, dat vind ik eigenlijk mijn favoriete scène. En dan staan ze een beetje zo. Want heel veel, dat vond ik ook leuk. Als Paul kritisch is op John, of dan gebeurt het altijd verpakt in een grap. En dan praten ze omhoog naar de microfoon die daar hangt. En dan maakten ze er een soort scène van. Maar Paul spoort John wel degelijk aan om even wat naar zijn best te doen. Ja. En dat vond ik een van de meest scènes, inzichtelijke scènes of zo. Een soort van langs elkaar heen, maar toch tot elkaar praten inderdaad. Precies. Maar uiteindelijk zegt dat ook iets over hoezeer McCartney die rivaliteit ook nodig had. En verlangde. Want dan... Ik kan me echt voorstellen dat je, als je het gevoel hebt van, nu moet ik het in mijn eentje doen en ik moet zelf met alle goede ideeën komen. Ja. Dan wil je ook dat zeker iemand als Lennon gewoon even een tandje bijzet. Ja, ik denk dat hij miste gewoon die soort van, die chemie die er wel is hoor, maar ik denk niet dat de motor liep niet op volle sterkte, weet je wel. Zoals hij gewend was in, laten we zeggen, 66, ik noem maar wat hoor, of die periode voor. Ook dat wordt gewoon... Ze zeggen ook van, McCartney zegt dat ook volgens mij in deel 1 al ergens van, we trekken niet meer zoveel met elkaar op als we deden. We zitten niet meer 24 uur per dag. We wonen niet meer samen inderdaad. En dus dat... heel rijk worden, grote huizen kopen, maar daardoor ook in je eigen cocon terechtkomen. Dat voelen ze zelf ook echt wel aan, dat gebeurt. En wat er op zich helemaal onbesproken blijft in de documentaire, is dat, want Lennon, ik vind de eerste dagen is Lennon nog wel bij en redelijk scherp, maar dan volgens mij op dag 3 of 4 zie je hem ineens heel moe zijn en dan houdt hij zich bijna helemaal buiten alle discussies. Maar John zat in deze periode ook aan de heroïne. Ja, echt? En er is ook zo'n interview, dat zit dan niet hierin, maar dan wordt hij ook niet goed. En dan loopt hij even weg en dan is hij helemaal wit. Dus dit was volgens mij, en hij zegt op een gegeven moment wel, en dat was ook te laat. En dat praat hij dan ook niet goed van zichzelf, zo van ik wil op tijd zijn. Maar dan volgens mij is dat de dag dat hij misschien wel voor de eerste keer heroïne heeft. Want hij spoot het niet, hij rookte het dan. Maar je ziet dat hij zich daar niet goed van voelt. En je ziet ook dat hij daardoor nog meer... zich terugtrekt eigenlijk uit het hele Ja, ik denk het ook de hele tijd als ik ze dan zo bezig... Ja, ben zo moe. Ja. Voel me niet goed. Denk ik, kappen met een roken, man. Kappen met een zuipen. Ga op tijd naar bed. Moet je kijken hoe je morgen voelt. Zo, die ziet er ook niet uit, hè. Wie zijn? Die is ook zo moe. Die komt ook op een ochtend binnen en zo... I'm not gonna lie. I'm not too well. En dus zo van iedereen weet wel dat Ringo elke avond aan het zuipen is, volgens mij. Ja. Maar die vind ik trouwens wel echt op een bijzonder vrolijke wijze er doorheen fladderen, hoor. Door het hele gebeuren. Nou ja, vrolijk. Ik vind het een beetje hem. Ziet hij er ook wel echt miserabel uit. Maar als hij dan krijgt hij het ook weer iets meer naar. Jawel, daar komt het wel terug. Maar hij blijft toch wel een beetje soort van een beetje de prankster of zo. Ja, het is maar hij kan ook niks anders. Hij hoopt natuurlijk ook op dat daar gewoon dat het band weer gaat rollen. Hij wil gewoon drummen, weet je wel. Ik bedoel, het is... We moeten oppassen met generaliseren uiteraard. Maar toch zijn drummers gewoon drummers dan, weet je wel. En dat zie je ook dan weer zo mooi terug, weet je wel. Hij wil gewoon lekker spelen. En je merkt dat hij ook... Hij heeft inderdaad engelengeduld,
vind ik wel echt. Ja. Weet je wel, hoe je daar zit. En ook is Ringo natuurlijk vlak voor de White Album sessies ook eventjes uit de Beatles gestapt. Hè? Die is ook even... Als eerste, even twee... Ja, zeker. En dat ging ook zo ver dat echt die andere drie ook echt hemel en aarde hebben moeten bewegen om hem zover te krijgen dat hij weer terugkwam. En toen, het verhaal gaat dat toen hij dan terugkwam in Abbey Road, in de studio, dat ze zijn hele drumstel met bloemen versierd hadden. Ja. Kom terug, lieve vriend. Maar hij ging ook weg meer vanuit het gevoel van ik weet niet of ik... Ik had het gevoel dat het ook een beetje uit een soort minderwaardigheidscomplex zat of zo. Dat hij zei van, ik weet niet of ik dit kan volhouden met jullie en kan blijven brengen wat jullie nodig hebben. Of... Nou, ik vond het... Ja. En toen zeiden ze toch, sorry, ik kan ontbreken. Maar toen zeiden ze toch van, ja, maar Ringo, je bent de beste drummer van de Beatles. Ja, klopt. Maar in de Anthology zit zo'n mooi verhaal dat hij bij iedereen langsgaat en dat zegt van, ja, maar ik heb het idee dat jullie drie... heel erg close zijn en dat ik er buiten val. En dan gaat hij Paul en dan zegt Paul, I thought it was you three. En alle drie zeggen dat zo. Want dat is ook klassieke bandpsychologie, toch? Altijd dat je denkt dat de andere drie eigenlijk heel goed met elkaar kunnen. En jij niet of zo. Weet nee, je bent altijd een achtergestelde kind, dat gevoel. Ja. Laten we het even hebben over de instrumenten. Het is natuurlijk tenslotte een gitaarmannenpodcast. Oh, ja. Het valt me op dat ze er echt helemaal niet mee bezig zijn. Het interesseert ze echt geen reet. Ik zie George wel heel veel schakelen. En om de hele tijd. Die is echt aan het zoeken welke gitaar die nou bij dit project het liefst wil gebruiken. Ja. En, George speelt gewoon altijd op die blonde Epiphone, weet je wel? Altijd op die casino, inderdaad. Ik zit het niet op mijn gitaar, inderdaad. En, maar George die heeft zijn beschilderde Stratocaster, heeft hij nog. En die speelt hij. Hij heeft natuurlijk die mooie Rosewood Telecaster. Wat? En hij heeft een Les Paul, die op een gegeven moment. Van, volgens mij bij Abbey Road, de plaat Abbey Road, gebruikt hij bijna alleen maar de Les Paul. Ja. Maar op Let It Be is hij wel echt aan het proberen. Zo, van wat is bij dit liedje nou het beste? En die zie je de hele tijd andere gitaren pakken. Ja. En Clint Johns vraagt natuurlijk eigenlijk, op een gegeven moment aan McCartney of die zijn rikkenpakker er even bij wil pakken. Ja, want die Hufner is op een gegeven moment ook wel een beetje... Ja, die heeft echt besloten van ik pak misschien wel met dit idee van dit is Get Back en we gaan weer terug naar onze roots of zo. Daar hoort het nog meer bij. Want ook op Abbey Road speelt hij eigenlijk volgens mij bijna alles weer op die Rick. Ja. Maar voor Let It Be had hij toch besloten, bij deze plaat hoort... Misschien ook omdat het live is, omdat het live makkelijker speelde. Moet ik naar jou, Peter, jij bent de bassist natuurlijk. Maar dat vond ik wel opvallend. Ja, nou ja, als ik McCartney was, dan zou ik ook die Hufner pakken. Want die Rick en Becker weegt veel meer. Nee, maar ik denk inderdaad... ook omdat ze heel vaak teruggaan naar die wat oudere dingen in die sessies. Weet je? En hij is natuurlijk zo gewend aan die Hufner. Ik kan me dat heel goed voorstellen dat toch altijd het meest thuis voelt voor hem. Maar wat ik leuk vind is omdat McCartney natuurlijk toch ook regelmatig de piano speelt. Maar je ziet die Fender Six Bass. Ja, dat wou ik ook wel wat zeggen. En een beetje een moeizaam instrument vind ik dat zelf altijd. Maar daar is bijvoorbeeld ook de bas op While My Guitar Gently Weeps op ingespeeld. Ja. Je ziet hem ook volgens mij in de clip van Hey Jude, zie je hem ook voorbij komen. Ja. Dat is wel iets regelmatig naar pakte. Ja, wat mij heel erg opvalt is dat ze zijn niet heel erg snobby ermee. Ze zijn vooral heel erg... pragmatisch met, oké, wat hebben we nodig? Nou, zo'n Fender Six Bass inderdaad. Super handig als je natuurlijk geen toetsenist hebt. En ook wel gitaar en bas en toestanden. En ja, dat een beetje wil uitspreiden. Ja, zeker. Ja. En ik moet ook zeggen dat ze hem... Ik vond hem, zeker met een beetje oversturing, is het echt wel een te gekke sound. En heel onmiskenbaar geworden eigenlijk door hem. Ja, absoluut waar. Even kijken jongens, we naderen een beetje het einde. Eén ding hebben we nog niet besproken. Billy Preston. Ja. Dat vond ik toch wel echt even een momentje. Toen was daar in één keer wel echt... Dat was even de zuurstof die ze nodig hadden. Ja, maar dat is dan zo'n typisch geval van... die band die... Ze hadden net een beetje weer een soort van hun evenwicht gevonden terug in die kelder. Maar als dat ingrediënt er dan bij komt, dan wordt het opeens... Oh ja, weet je wel. En hoe anders klinkt het ook dan Let Me Down. Nog een paar nummers waar... Man, wat een... En ze zeggen het ook, weet je wel. You lift us up. En
En wat, ook wel mooi, wat ik ook wel mooi vond, ik las dat op, iemand zei dat op Twitter, zei dat van de jongetjes gingen zich ook wat meer gedragen, omdat er gewoon een nieuw iemand was, weet je wel. Zag je ook dat ze iets minder aan het pranken waren, aan het kutten. En we moeten nu wel gewoon even een beetje de werkethiek omhoog gooien, anders staan we natuurlijk een beetje voor lul. Dus dat vond ik ook, dat bracht hij ook. Dat was denk ik een van de belangrijkste dingen die hij bracht. Weet ze wilden gewoon ook... Samen met zijn talent natuurlijk. Ze wilden gewoon hun best doen voor hem ook. Zeker, ja. Ja, maar dat zegt George Harrison ook inderdaad. Van en dat was ook al eerder gebeurd toen hij Clapton meenam voor While My Guitar Gently Weeps. Als je iemand als een extern persoon bijkwam, dan wilden de anderen niet meer... dan waren de anderen niet meer zo bitchy. Ze wilden niet dat anderen dat wisten van hen, weet je wel. En, maar ik vind trouwens ook nog wel... ook met Billy Preston wordt er wel, nog wel steeds heel veel oeverloos gejamd. Ja. Daar word ik op een gegeven moment wel echt een beetje moe van jongens. Weet je wat? George Harrison laat dan Something horen en dat gaat het dan heel eventjes over. En daarna zit ze alweer in Blue Suede Shoes, dat ik denk... Ja. Inderdaad. Waarom gaan jullie nou niet verder met dat liedje? En dat vond ik heel jammer. En ik vind ook van de regisseur... Uiteindelijk vond ik dat wel jammer, om dan ook nog een kritische noot dat... Peter Jackson of Michael Lindsay Hogg? Nee, van Peter Jackson uiteindelijk. Dat zeg maar de versies van The Long and Winding Road en Let It Be en Two of Us, dat die niet helemaal integraal in de documentaire zitten. Ja, die zitten onder de aftiteling. Ja. Maar dan had ik toch liever die versies gehad en misschien ook nog wel een mislukte versie liever daarvan, dan al die jams. Want dat idee had ik wel, van dat doen ze veel, dat hebben ze veel gedaan. En wat ik me ook nog wel afvroeg, wil ik wel jullie vragen. Want waarom deden ze dat nou? Was dat alleen maar om een beetje soort in een vibe te komen? Of hebben ze misschien ook serieus overwogen om een soort kofferplaat te maken of zo? Nee, ik denk dat om in die vibe te komen. Ik denk om in die vibe te komen, dat denk ik. Ja, precies. Nou ja. Maar ik weet niet hoe de anderen erover denken. Ik stel me echt wel voor dat ze dat gewoon tijdens alle studiosessies voor alle platen zo wel gedaan hebben. Alleen hier misschien meer... Omdat ik ook wel denk dat ze er een paar hebben overwogen voor die live show, die natuurlijk heel lang op de planning stond. Ja, precies. Ik denk dat ze wel speelden met het idee om zomaar één of twee van die gouden ouwe die ze ook in Hamburg speelden, om die dan, weet ik veel, in een toegift mee te pakken. Dus dat gevoel had ik een beetje. Maar... Ja, met het oog op Get Back natuurlijk, denk ik dat ze gewoon helemaal in die wereld wilden gaan zitten om vanuit daar weer inspiratie te zoeken voor nieuw materiaal. En dan kom je eigenlijk ook weer op die quote die ik altijd verkeerd zeg van John Lennon. Maar iedereen is altijd bezig plannen te maken, terwijl ze eigenlijk andere plannen maken. En dat was misschien ook wel het idee. Weet je, ze wilden teruggaan naar de basis, maar ondertussen schrijven ze natuurlijk gewoon klassiekers die eigenlijk heel vernieuwend waren voor wie de Beatles op dat moment waren, weet je wel, en gingen worden. Ja. Zo boeiend. En wat ik ook nog wel wilde melden, nou, wat toch misschien volgens... We zijn er nou toch... Onze etten richting het einde naderen. Ik zat gisteren, kwam ik toevallig via YouTube op een interview met Paul McCartney met Howard Stern terecht. En die zei iets interessants. Namelijk dat Paul eigenlijk ook door de jaren heen... Je weet allemaal wat tijd kan doen en hoe je herinneringen soms zich een bepaalde loop met je kan nemen. En dat je ook een beetje gaat geloven in hoe mensen dingen... ervaren om je heen, terwijl jij erbij was geweest. En hij heeft ook het gevoel gehad dat er toch meer rivaliteit en meer wrijving was in die periode. En dat hij toch eigenlijk ook wel heel erg toch emotioneel geworden door te kijken. En dat er eigenlijk ook wel heel veel liefde was nog steeds. En heel veel en met name heel veel wederzijds respect was in die periode. Dus de man zelf, het is zelfs voor de man zelf een soort van therapeutisch, een soort van... sessie geweest. Ja, ze vond ik wel heel... En hij kon er moeilijk naar kijken. Het is nog steeds erg rauw en moeilijk. Dat had Peter Jackson ook nog ergens gezegd. Dat Paul McCartney daar toch... Ja, het is nog steeds een beetje een wond die nog niet helemaal dicht is. Ja, maar ja, je zit toch te kijken als betrokkenen in dit geval naar wat je hoe zeer het ook meevalt misschien, maar je zit toch te kijken naar het begin van het einde van je band. Ja. En niet zomaar een band. En, ik kan me voorstellen dat hij dat ook echt wel zo voelt. Als hij daar nu ruim 50 jaar na dato naar zit te kijken. Van Jezus man, iedereen is... Eigenlijk is bijna iedereen dood, hè? Die in die band. Dat wou ik ook zeggen. Ja. Hij ziet natuurlijk... Het lijkt me ook opvallend hoe knap Linda was. Jezus. Ja.
die mocht er ook wel zijn. Hè? Dat was me ook nooit zo opgevallen. Maar ja, die... maar dat is een heel goed punt. Ja. Ook, want vooral met name Linda ook. Maar ik wilde eigenlijk meer zeggen, inderdaad. Omdat die beelden zo ontzettend mooi, want het moet gewoon ook nog even gezegd worden. Die beelden zijn natuurlijk angstig goed opgeknapt, weet je wel. Het is ongelooflijk. Het is echt alsof je erbij bent. Je hoeft je niks voor te stellen, weet je wel. Het is echt heel goed gedaan. Maar George Martin... Linda, John Lennon, George Harrison, Mel Evans, volgens mij, ik weet niet of Neil Aspinall hoe het daarmee is. Ja, ook dood. Ja, eigenlijk dus die hele harde kern van die mensen zie je in hun prime of their life eigenlijk floreren, staan daar. Dat kan niet anders dat je daar met dubbele gevoelens naar kijkt. Ja. Ja, prachtig. Wat ik ook nog een mooi moment vond, was dat ze op een gegeven moment zo aankwamen bij die Apple Studio. En dat er dan zo twee van die meisjes voor die deur staan te wachten. Ja, en dan komt John zo aangelopen en die kijkt zo. Ze zeggen niks tegen die meisjes. Ze weten gewoon van, hé, die komen voor ons. Die staan er. En dan, voordat hij naar binnen gaat, kijkt hij nog heel even stiekem zo over zijn schouder naar achter. Zo van, en dan gaat hij, ik vond dat zo, ja. Ik vind die kop van Mel Evans, als hij bij dat aanbeeld zit, dat vond ik zo klasse, jongen. Dan mag je een paar keer met die hamer mag je op dat ding slaan naar die blik in zijn ogen, die kinderlijke soort van vrolijkheid. Ja. En dan stond hij ook met een tamboerijntje ook nog zo. Toch Mel Evans, op zijn mond zo. Ik weet ook niet precies wat die slikte in die dagen, maar... Nee. Ja. Nou ja, zoals Bart al zei, iedereen verdient zijn eigen Mel Evans. Absoluut. Ik ga zo meteen een advertentie plaatsen. Dat zou ik doen. Mel Evans gezocht. En jongens, mag ik jullie onwijs bedanken voor deze bijdrage. Ja, we hadden nog wel 8 uur door kunnen gaan, denk ik. Zeker. Gaan we ook nog even doen, maar dan buiten de uitzending. Ja. Ik richt mij nog heel even tot de mensen thuis en dan sluit ik af. En dan kom ik daarna nog even bij jullie terug. Zet ik jullie nu even uit. Zo. Lekker. Mensen thuis. Dankjewel voor het kijken, voor het luisteren naar deze special. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze uitzending, stuur dan een mailtje naar info@gitaarmannen.nl. Mijn moeder zit klaar bij de klantenservice om al jullie vragen te beantwoorden. Als je wil, als je allemaal extra's wil, dan kan dat ook. Ik heb voor elke podcastopname nog extra materiaal. Die komt dan in de ledenomgeving in de grote podcastvriend space via petje.af/@struilaert. Dus dat kan allemaal. En daarnaast rest mij nog maar één ding om te zeggen. En dat is dag. Zo jongens, dat was hem. Dag hoor. Dag. Dat was hem dan. Wat een machine hè jongens, die Ed. Dat is toch een podcastmachine. Ja, een podcastmachine. Een podcast. Zo. De eerste Nederlandse podcastmachine. Ed Struilaert. Ja. Dames en heren. Maar wat je zegt, hè, je kan er inderdaad, zeker als ik jullie allemaal zo hoor. Ik vind het echt zo leuk om ook met jullie over te praten. Want het... Ik snap heel goed wat jij zegt, Peter. Zo van, ik moet dit even ventileren. Ik had het ook heel erg. Ik heb ook zitten bellen na de eerste aflevering met mensen van... Ja, waar zitten we nou naar te kijken eigenlijk? Weet je? Ja. De Pitchfork zei, vond ik wel mooi. Deze documentaire herschrijft eigenlijk de Beatles-geschiedenis. Ja, dat zit wel iets in, ja. En het is natuurlijk ook nog eens een keer een film over een film, hè? Ja. Dat vind ik ook zoiets moois. Dus je zit een soort van in de film naar een... Het maken van die film over die band te kijken. Dat vind ik zo'n... Ja, dat is mooi. Prettige omgeving vind ik dat. Ja. Zo'n Beatlesception is dat, ja. Ja, precies. Ja, het is wel echt... dit is wel echt, ja, hoe zeg je dat? Classic dek de lading niet helemaal. Maar ik wist niet wat ik kon verwachten. Eerlijk gezegd, voordat ik hem aanzette. Dus ik zette hem aan en dacht... Holy shit, 8 uur. Are you kidding me? En... Nou, dat je zo dicht op hun huid zat, weet je, dat... Het is jammer dat het niet... Of tenminste, ik vind het... Want als de klassieke vraag wordt gesteld van... Als jij in een tijdmachine, weet je wel, wat zou je dan kiezen? Dan heb ik altijd gezegd, dan zou ik heel graag bij de totstandkoming van een Beatle-album willen zijn. Ja. Als Fly on the Wall. En dit is hoe dicht dit is het. Je kunt komen. Dit is het wel. Ja. Maar ik zou nog zo... Het is zo jammer, weet je wel, dat het niet bij Revolver is gebeurd of... Dat niet gefilmd, daar verlang ik nu bijna naar. Zo. Want ik ben omdat ik het zo ongelooflijk tof vind. En ik ben eigenlijk sinds de Anthology uitkwam, toen was ik 14 of zo. Daar heb ik ook helemaal verslonden. Op een gegeven moment ken ik de Anthologies bijna uit mijn hoofd, weet je wel. Maar dat had ik nu ook weer. En ik ben nu ook gewoon weer opnieuw begonnen. Omdat ik zo verslaafd ben aan het gevoel wat die dudes toch oproepen. Ook al is het in het meest negatieve periode. Maar het is, ik las ook iemand die dat op Twitter zei. Het is...
zij hebben toch echt de kwaliteit om een soort grijze wereld meer kleur te geven of zo. Ja, het zijn eigenlijk wel twee dingen op zeggen, want wat je zegt is helemaal waar. Ik heb die Beatles Anthology, net zoals die platen, maar ook die Anthology, grappig genoeg, heb ik ook heel veel geluisterd. Al die outtakes en zo, heb ik allemaal zitten. Ja, die zat ik. En ik herkende ook af en toe een paar van die frases van John. Ik dacht van, hé, die ken ik van de Anthology opnames, weet je wel. Dat die nummer aankondigt op een bepaalde manier. Die dingen die je dus... Ja. Precies, met voor mij I Dig a Pony doet hij op een gegeven moment een bepaalde aankondiging die ik herkende. Ja. Ik zit even te denken, ik ben het tweede ding vergeten wat ik wou zeggen. Maar het is toch ook heel emotioneel uiteindelijk, want ja. Tenminste, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik was 11 toen John Lennon vermoord werd. En dat was voor mij het moment, ik zat in de keuken bij een vriendje en zijn moeder zette een Beatle-plaat op. En dat vriendje en ik, we waren allebei eens door een adder gebeten van, wat is dit, weet je wel? En daar begon het. Ja. En sindsdien is die muziek altijd, er zijn heel weinig bands waar ik altijd naar ben teruggekeerd, maar de Beatles altijd. En, ja. Dus dat wordt ook letterlijk de soundtrack van je hele leven. Die, ja. Ik weet, sorry, door. En als je daar dan... als je dan Get Back ziet ontstaan en hoort ontstaan, weet je wel, ja... Ik heb echt een paar keer met de tranen in mijn ogen gezeten. Ja. Jezus, ja, dat je dat kan zien en voelen. Nou, ik had dat dus gisteren toen ik dus mijn dochtertje ging ophalen. En in de auto zette ik eventjes Let It Be aan. Ik zeg, even luisteren, weet je wel. En toen had ik wel echt zoiets van, wow, dit gaat weer van generatie op generatie op generatie. En dat, toen zat ik ook eventjes, toen was hij natuurlijk net ingedaald, die hele docu. Toen kwam er ook wel een klein traantje tevoorschijn. Ja, ik wil wel even op inhaken op wat Peter net zei. Is dat Noel Gallagher zei dat. Paul McCartney, even over Paul McCartney als zie gesproken, is bij heel veel generaties, laten we zeggen bij ons allemaal, ons hele leven lang bij ons geweest. Ja. Dat geldt ook voor jou, Peter. Dat geldt voor Bert, dat geldt voor mij, dat geldt voor Ed. Hij is bij iedereen die... Bij zoveel mensen is hij... heb je hem gewoon je hele leven lang bij je gehad. Weet je wel? Dat is eigenlijk een hele rare gedachte. Ja. Ja hij voelt ook als een soort oom voor mij. Dat is het. Echt raar. Ja, dat is het. Dat heb ik dus ook. Ja. Onkel Paul. Wat moet Onkel Paul doen? Ome Paul, ja, precies. Nee, en wat ik nog wil zeggen, is dat het over dat tijdloze gesproken of zo, over kinderen die... Het is... Hun muziek is natuurlijk nog steeds niet gedateerd of blijft een soort tijdloos, maar ook die dude zelf of zo. Ik vind ook hun humor en waar ze over spraken. Het is ook niet dat je denkt van... Jezus, weet je wel, die sukkelige hippies uit die tijd of zo. Ze zijn ook heel... Het is ook echt... In wat ze tegen elkaar zeggen... Ook alsof het gisteren gefilmd zou kunnen zijn. Ja, of zo. Klopt. Die gasten zelf hebben een soort tijdloosheid over zich. En ik snap niet waar dat precies in zit, maar dat nou, weet je wat ik had toen ze op een gegeven moment op dat dak liepen? Toen dacht ik van... Er zit ook niemand op zijn telefoon. Toen dacht ik, nee, dat natuurlijk niet. Want er zijn nog helemaal geen mobiele telefoons. Maar dat is precies wat jij zegt, dat gevoel van tijdloosheid. Het zou bij wijze van spreken gisteren of vorige week gemaakt kunnen zijn. Ja, ik had een moment dat ik de hele tijd op zijn telefoon gezeten. Ja. Ik had een van die crewleden die liep in Twickenham door het beeld. En die had waarschijnlijk een opschrijfboekje of zoiets in zijn hand. En ik had dus een moment van, hey, oh nee, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat is, die zijn even zijn Insta aan checken. Ja, precies. Het is wel het moment om even een fotootje te posten. Ja. Ja, wat dat betreft had het makkelijk. Het kan meer gebeuren met een band uit deze tijd. Want wij posten alles al op Instagram. En iedereen weet alles van. En van de Beatles kun je dus nog 50 jaar later een hele documentaire met ongezien materiaal krijgen. Ik denk dat daar dus ook wel een keerzijde is aan de tijd waarin we nu leven, dat af en toe de magie die je kan creëren, weet je wel, met een band en de muziek, dit is toch moeilijk om die vast te houden, of in ieder geval, er wordt heel weinig aan je eigen verbeelding overgelaten soms. En dat is, vind ik soms wel eens jammer, weet je wel. Ja, ja, dat is grappig dat je dat zegt. Wij werkten een jaar of 10 geleden een keer voor een plaat, deed Anton Corbijn onze foto's en artwork, super gaaf natuurlijk. En ik weet nog dat ik toen zat te praten en hij was toen heel kritisch op U2, met wie die natuurlijk zijn hele leven al werkt. En toen zei hij van wat U2 volgens mij verkeerd doet, is dat ze geen mysterie meer laten. Ja. Ze laten en, maar dat is nou precies, weet je wel,
mensen willen soms ook graag dat iets een beetje in nevelige hulp blijft. En, ja. Of dat het veel later pas naar buiten komt. En dat is wel, ja, dat gebeurt nu inderdaad de hele tijd met alles. Hoe gaan jullie daar als band mee om, Peet, als bluff zijnde? Nou, ja, ik vind dat wij zijn niet zo heel actief op social media. Dat valt wel mee. Maar nog steeds vind ik wel dat we best wel veel weggeven eigenlijk in die zin. Maar het is een dun lijntje, weet je. Want aan de ene kant willen mensen dat natuurlijk ook. En aan de andere kant moet je ze iets geven, maar niet te veel. Dus maar het is heel moeilijk inschatten wanneer iets te veel of te weinig is. Ik weet dat ook. Sign of the times natuurlijk gewoon, weet je wel. We kunnen het nu allemaal, dus het gebeurt. Dus het is ook gewoon, ja, het is ook gewoon de mogelijkheden die er nu zijn en waar ik iedereen gebruik van. Ja. Van wat het is. Maar het is niet alleen natuurlijk gewoon de mysterie rond een band of opnames of eigenlijk al die prachtige dingen waar je lekker over kan filosoferen of over wie is iemand nou eigenlijk, weet je wel. Wie is nou jouw muzikale held? Hoe minder je ervan af weet, hoe meer je hem zelf gaat creëren. Dat is natuurlijk het vette. En dat is met songtekst natuurlijk ook zo, weet je wel, met muziek. Ik kan mijn liedje uitleggen hoe ik hem heb ervaren, maar dat moet je soms, vind ik altijd ook een beetje mee oppassen, want iemand heeft er zelf ook misschien een hele persoonlijke band mee gekregen. Dat zou tenminste, dat is het hoogste, grootste goed wat mij betreft. Dus daar moet je denk ik altijd heel voorzichtig mee omgaan. Ja, dat is ook lastig hoor. Wij bestaan volgend jaar 30 jaar. 30 jaar. Wauw. Hallo. Dat is wel een applausje waard hoor. God, ja, maar even kijken hoor. Wow. Ja. Maar net zeggen, daar is die. Zit gewoon in de knop, hè? Live gesampled op Concert at Sea in 1885, toen er nog live optredens waren. Nee, maar ik mag een tekstbundel uitbrengen. En dan dus maak je een soort bloemlezing van je eigen werk. Maar dan moet je ook dan moet je er ook iets over schrijven. En natuurlijk waarom je die keuze maakt. En ik vind het best moeilijk om dan sommige dingen uit te leggen. Maar ook weer niet te veel. Want ik vind het juist prettig ook dat mensen daar hun eigen ding van maken. Als je iets uitbrengt, is het niet alleen maar meer van jou. Daar zijn de Beatles het sublieme voorbeeld van natuurlijk. Hoe muziek totaal omarmd kan worden door hele volksstammen in alle lagen van de bevolking, generaties lang. Ja. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook het summum. Dus ja, als je daar heel erg uitleggerig over gaat doen, dan weer minder mysterie. Weer minder mogelijkheden om daar zelf iets mee te doen. Toch is er ook weer, gaat er nog behoefte waarschijnlijk van mensen, bluff luisteraars, die affiniteiten met liedjes, om daar misschien iets meer van af te weten. Net zoals wij ook op een bepaalde manier toch ook alweer benieuwd zijn naar alles wat met de Beatles te maken heeft, weet je wel. Dus wat je zegt, het is een fine line. It's a fine line between recklessness and... Kijk. Dat is mooi. Ja, ik had hem helemaal laten afmaken, trouwens. Ja, precies. Ja, ik wist even de tekst niet meer, anders was ik niet nog bezig. Ja, precies. Dan was ik ondertussen even de was gaan doen. Er komt nog even een chatberichtje binnen hier, zo even kijken hoor. Dave Menkhorst, die zegt... waanzinnig tof dit. Ik was ook echt gefascineerd en hij heeft een bericht teruggetrokken, maar ik weet toevallig wat er stond. Daar had hij geschreven: wat jammer dat Bart van Liemt al die drummers generaliseert. Ik zal Dave nog even wat nazorg geven. Ja, precies. Nee, dat verdient hij ook. Reinier Scheffer, die kijkt ook. Die ken je natuurlijk ook allemaal. Reinier. Hij zegt: lekker dit. En hoe bijzonder was de energie die vrijkwam zodra ze begonnen te spelen op het dak? Ja. Ja, dat was wel echt. Daar hebben we het nog niet echt over gehad. Klopt. Maar dat was natuurlijk ook sowieso technisch wel een dingetje. Er moest wel het een en ander voor gebeuren. Wilde dat überhaupt plaatsvinden? En de vraag van, zakken ze daar niet met z'n allen door het dak heen? Met al die zware camera's en shit. Maar toen ze eenmaal begonnen, man. Ja, dat was ook gewoon die blikken tussen Paul en George. Of Paul en John. 60 niet meer live gespeeld natuurlijk, hè? Nee. En al was dit dan niet bepaald Shea Stadium, maar ja, het was wel een soort van... Dus een beetje live, een beetje als een livestream eigenlijk. Zo, Ja. Ja, en je... Ineens weer, toch?
Wat zei je, Bertolf? Je viel even weg. Ze stegen wel ineens weer echt boven zichzelf uit of zo. Ja. Of boven die, precies. Die ze beneden deden. Dat was ineens toch wel in die energie die je live nodig hebt. En ook grappig genoeg zijn ook volgens mij die versies van Get Back en Don't Let Me Down. Dat zijn ook wel echte versies die gebruikt zijn later voor. Dat is het. Plaat en zo. Dus dat waren er ook wel nog. Die hadden veel meer energie dan in de kelder, zeg maar. Ja. Paul McCartney zegt nog van: we zijn het beste met onze rug tegen de muur, weet je wel. Nou ja, dat was dat moment, denk ik weer. Ja. Te gek. En Glyn Johns, wou ik het ook nog wel even over hebben. Ja, Glyn Johns. Ja. Heeft hij nou die plaat nou. Die heeft hem niet afgemaakt, toch? Uiteindelijk. Nee, want hij er zit inderdaad in het over van: ik kom terug om hem nog te mixen of zo, toch? En of hij dat toen heeft gedaan, weet ik niet. Maar nu zit bij Fox wel de Glyn Johns mixen. Die zijn er wel. Ja. Maar daar waren ze blijkbaar toch ook niet blij mee. Hey, wat kan er op dat moment nou belangrijker zijn dan het engineeren / produceren van een Beatles plaat? Dat je zegt van, hey jongens, ik heb wat anders te doen. Maar daarna kom ik hij moest terug. Volgens mij naar de Stones. Hij ging volgens mij Led Zeppelin en de Stones doen, heb ik gelezen. Dus daar oké, dat zijn twee redelijke goede argumenten op zich. Ja. Ja. Met waarschijnlijk meer vrouwen en meer coke. Nou ja. En minder gezeik. Ja. Nee, maar hij kleedde zich ook zo goed, hè? Ja. Hij was gewoon dan de Beatles zelf nog. Ja, hij was wel echt een rockster. Wat een soort vlieg was het, man, met die bril. Ja, precies. Hij doet me dat trouwens wel een beetje aan jou denken. Zoals hij daar zo zat met dat haar zo aan het begin. Maar hij durfde ook wel, toch? Hij bemoeide zich ook gewoon even met arrangementjes. Zeker. Was gewoon dude, was het. Ja, hij durfde het wel te zeggen. En zelfs tegen John over Alan Klein zo. Van, ik vind het echt een rare gast, man, weet je wel. Ja. Hij kan zomaar ineens over iets anders praten. Ik dacht, gaat het over zaken. En dan durft hij dat toch gewoon eventjes gewoon tegen John en het te zeggen. Ja, dat vond ik ook een vet moment inderdaad. Ja. Dat was ik vergeten. Dat vond ik heel dope. Ja. Nou ja. Ja, precies. Ik had even gemist dat inderdaad over Alan Klein ging. Ja. Ja, dat was wel... Also, ja, midden in een zin, dan in één keer, dan gaat hij... Als hij die interessant genoeg vindt, dan... Ja, precies. Ja. Terwijl die toch ook wel met hem te maken had. Beaches, toch? Ja, maar ik bedoel, had ik ook dan met de Stones te maken met diezelfde Alan Klein. Ja, zeker. Ja. Wauw. Nou jongens, we kunnen hier nog een uur over doorlullen, denk ik. Zeker. Bertolf vroeg gisteren mij, hoe lang gaat het dan duren, een geintje? Ik zei, ja, misschien een uur. Een uur! Ja. We zitten al aan 2 uur waarschijnlijk. Ja, precies. Daar zitten we op na uur en 10 minuten ongeveer met wat aftrek van wat technische malheur. En de reclame. Sorry. En de reclame sowieso inderdaad. Want dat nog even zeggen. Mensen, elke zaterdagochtend tussen 9 en 12 hoort u uw eigen Ed Struilaert op Radio Veronica. Met de beste muziek aller tijden. 6 decennia popmuziek komen voorbij. En natuurlijk aandacht ook voor de podcast Gitaarmannen. En nou ja, dan hoort u dit natuurlijk ook weer. Fragments uit dit boeiende gesprek, mag ik toch wel zeggen. Jongelui. Ik dank jullie op mijn blote knietjes. Waar het niet dat ik een broek aan heb. Ik vond het reuze. Ik ook. Als er iemand doodgaat, dan weet ik jullie weer te vinden. Ja. Laten we hopen. Bij deze fijne docu. Ja, zeker. Of als er een andere inderdaad toffe docu is. Ik vind het altijd heel moeilijk om afscheid te nemen. Dus ik... Maar snel, de pleister eraf trekken. Ja, snel de pleister eraf trekken. Ik heb ook hier geen knop dat ik zeg maar in één keer alles uitzet. Oh nee, dus, hebben ze. Dus dat is kut. Ja, dat kunnen we vertellen, hoor. Ja, doen jullie maar. Hey, jongens, bedankt. Later. Later. Doei. Bye.